is vandaag dinsdag. Ik ben best wel vroeg opgestaan vandaag. Ik heb zo even een afspraak bij Elmas. Nou, echt zo lang. Ik zal je vertellen, het is zwaar nodig. Mijn wenkbrauwen zien er niet meer uit. En eentje gaat omhoog en eentje gaat omlaag. Het moet echt zwaar gefixt worden. Dus ik ben blij dat ik weer even langs Elmas ga. Ik ga nu weer even op de weg letten en dan zie ik jullie straks maar. Ik ben net klaar bij Elnas en mijn wenkbrauwen zien er echt zo clean uit. Ze zien er iets anders uit dan normaal, want ze heeft ze niet bijgetekend dit keer. Dat hoeft voor mij ook niet, want dan kan ik mezelf gewoon straks lekker opmaken. Maar ja, super clean. Dankjewel Elnas, echt heel mooi. Echt, ik had hier zoveel haartjes onder. Mijn wenkbrauwen staken letterlijk alle kanten op, maar dit. Echt een verschil met net, dankjewel. Ik ben nu bij Honey gearriveerd. En ik ga hier even een koffietje drinken. Ik heb net Nesim gebeld, maar die is nog niet wakker. Die is vandaag een dagje vrij. Dus ik ga even hier een koffietje drinken. Jongens, ik ben lekker kefta aan het eten met salade. Met Marcel, die kijkt heel boos nu. En Hon. Nou, vandaag is er dus een staking. Yo, ik zie eruit. En super druk op de weg. Dus navigatie laat me helemaal binnen doorrijden om naar huis te kunnen gaan. Ik ben naar de Shahan geweest om even boodschappen te doen voor Nessie voor vanavond. Ik heb weer die lekkere kaas voor hem gekocht. En hij wil nog olijven. Dat heb ik allemaal voor hem gekocht. En nu ben ik eigenlijk naar huis aan het rijden. Ik heb Honey even afgezet bij het ziekenhuis. Want haar neefje ligt op de intensive care. Echt wat een drukke weg. In ieder geval... opeens zwelde zijn voet op. Opeens ging zijn arm opzwellen. Zijn gezicht, alles. En hij kreeg ook allemaal van die vlekjes op zijn lichaam onder zijn voeten. Echt heel erg apart. En de artsen weten nog niet echt wat het is. Ze zijn nu nog testen aan het doen met hem. En ik hoop gewoon dat het een beetje goed komt. Het is trouwens niet echt een allergische reactie of zo. Nee, geen allergische reactie. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ik hoop echt dat hij zich heel snel beter voelt. Echt zielig. Het is nog maar een klein kindje. Dus daar heb ik even Honey heen gebracht. Ik ga even snel naar NS. Ik kom net binnen. En Nessie is helemaal aan het werk geweest. Hij heeft al die dozen opgestapeld. Lief hoor, Nes. En alle adressen eruit gescheurd. Het is echt rotwerk. Ik zeg je heel eerlijk. We krijgen zoveel pakketten. Dit is echt niet meer te doen. Dit is dus waarom ik een PR-stop heb gedaan. Lifestyle, yes. Dit is dus waarom ik niet elke pakket meer aanneem. Want dit ben ik wel een beetje zat. En ik hoef ook niet per se van alles 20 stuks. Ik ben blij met één paar schoenen en make-up. Ach, zo, een paar uurtjes verder. Ik voel me niet helemaal oké vandaag. Oeh, het is ook echt heel warm nu. Maar wij gaan zo vertrekken richting België. En Nessie wil graag vandaag even iftar zeg maar eten bij zijn ouders. Want hij is deze Ramadan nog geen één keer bij hem geweest. Dus we gaan eigenlijk richting België. Ik heb even helemaal niks op mijn huid gesmeerd. Ik heb even lippenbalsem op gedaan. En ik heb een pakje aan van Boohoo.com. Die is nu nog verkrijgbaar. Van mijn mini collectie, zeg maar. Dit behoort tot mijn favorieten van Boohoo.com. En mijn kortingscode is nu, als je deze video kijkt, nog steeds geldig. En dat is gewoon... Miriam, ik ga even mijn schoenen aandoen. Even mijn weekendtasje vullen. En dan gaan we richting België. Katina chillen. Ik ga helemaal stuk om deze kat. Zij is helemaal knock-out. Want we hebben met haar net lopen spelen. En nu is ze daar gaan liggen. Ik heb vandaag gereden. En we zijn net gearriveerd. Dat was nogal een rit, Dennis. We zijn gesloopt. Het is nu 9:15. Dus Nessie mag pas over een uur of zo eten. Bedankt, de taxi. Ja. Dat was het. Ja, toch. Ik heb hier een sapje meegenomen van Juice Express. Dus, is het jouw favoriet? Groen is wel een van mijn favorieten, joh. Die van mij oranje. Eerst zei ik rood, maar nu vind ik oranje lekkerder. Dit is gewoon voor de iftar. Oh, het is tijd om te eten, Nes. Lekker dan weer. Eet smakelijk. Oh, dat is zo lekker dit. Nou jongens, we gaan dit ding vullen met, wat zijn het? Waterballetjes. Kijk, ik al zien, mijn vader heeft nog in het leger gezeten. Allah, mashallah, professional. We gaan zo in de tuin even schieten. Professional. Oké, Mir. Ja. Hij is geladen voor jou. Ik ga daar rondlopen. Ja. En je moet mij proberen raken. Ja, met de laser. Wie gaat filmen je dan? Je ziet de laser, toch?
Ja, en wie gaat filmen? Mijn moeder filmt. Moet ik jou echt raken? Ja, toch? Ja, wacht even. Waarom word je zo enthousiast altijd als je mij pijn wil doen? Vind je dat leuk? Jelle. Kom. Ga. Ik had het zo stuk om hoe mijn moeder zeg maar zo heel stil probeert te blijven achter de camera. En dan zie je haar zo lachen zo. Zullen we het licht uit? Waar ga jij staan dan? Ik ga staan waar ik wil staan. Jij moet mij proberen raken, zeg je toch? Oké. Okay. Oh, jij gaat ook lopen gewoon. Ja, maar nog niet schieten. Nee. Raan! Ja, mag je schieten. Ja. Ja, dat is veel te ver. Ik laat het. Ja? 3, 2, 1. Veel te ver! Oh shit, dat ding is eruit. Hoe doe je dit? Wat is dit? Maar wel een beetje dichterbij, want hij gaat niet zo heel ver. Doet pijn? Ik zie dat alleen een beetje. Oké, okay, maar klaar, ja, leuk. Ah ja! Ja, maar klaar, klaar. Voel je water? Huh? Voel je water? Nee, ik voel niks. Oh, je voelt echt niks. Is het leuk? Ik wil echt op. Oké, nu ik. Nee, echt? Nee, jij gaat lopen, jammer. Echt waar? Ik ga gewoon deze aan doen. Ik vind echt wel leuk. Wat is het best voor je dag? Mam, ik ga lopen. Ga je er mee in doen? Dit is mijn beurt. Ja, wacht. I don't know. Waar voor? Oh nee, wat doe je hier? Ik ga boeiend. Jojo? Is ze dichtbij? Je ziet die pand gewoon. Goeie. Als je zo'n dunne stof hebt wel, in die pand. Ik voel lekker, ja. Op mijn huid wel. Ik ga helemaal stuk. Hier was water hier. Nou, tot zover bij de Ahmedis. Onze actiefilm. Leuk hè? Zo, ik denk dat je hem een beetje half zien, maar het is inmiddels 3 uur. Lampje aan. Het is inmiddels 3 uur. Wij zijn net vertrokken vanuit België. We hebben een heel gezellige avond gehad. Wow. Heel veel gepraat, heel veel gelachen. En omdat het dus 3 uur is, heeft Nessie nog 3 kwartier om te eten. En we hebben net broodjes gesmeerd. En croissantjes heb je mee. En je hebt nog fruit mee. En water. We hebben een bomvolle tasje meegekregen met snacks. En Nessie gaat in die 3 kwartier lekker eten. Want we zijn nog 1,5 uur onderweg. Oh. Genoeg tijd. Dus ik keek net even op de mobiel van Messi terwijl hij aan het typen was. Zag ik hem dus gewoon naar iemand een berichtje sturen met zo'n taart in zijn hand van Fresh Prince Hotel. En zo'n lief tekstje erbij. Dus ik vraag aan hem. Wat ben je nou aan het doen? Ben je ons met de DM aan het sturen? Laat het zien dan. Laat het zien. Hij schaamt zich nu. Laat zien. Wallah, ik heb het zo warm gekregen dat ik je zweet. Je bent gewoon betrapt met je domme DM. Laat het zien. Wat heb je hem gestuurd? Heb je echt ons met de DM gestuurd? Zeg ik. Zeg dan, wie heb je een DM gestuurd met jouw taart in je hand? Zo heel blij. En dan... Ik weet toch, andere mannen zouden het warm krijgen alsof je betrapt bent, alsof je een chick DM stuurt. Ik stuur andere mannen DM. Maar laat AUP zien. Nee, ik schaam mij. Laat mij gewoon fanboy zijn, wat de fuck is jouw probleem? Maar heb je hem echt een DM gestuurd? Ik zag het zeg maar heel vaag, maar je hebt hem echt een DM gestuurd. Want ik dacht, naar wie moet hij zijn taart sturen van Fresh Prince of Bel-Air? En hij zat heel erg happy op die foto, ik ga je helemaal stuk. Kalini, ik schaam mij. Ik heb net die DM gestuurd, dat is nog erger zelfs dan ik had vermocht. Grappig, oh mijn god. Serieus, Miljuska's, volgens mij heet ze zo, heeft toch echt de beste baan op de wereld gewoon. Ze mag gewoon lekker ver reizen en het enige wat ze hoeft te doen is koken en eten proeven.
Het klinkt echt als een droombaan.